Het licht is uitgezaaid, dit stralend woord van den beginne. Een ster geboren die ons wijst waar God zich hier laat vinden. Het licht is uitgezaaid en niet door weer en wind te doven. Hoe diep het donker ook, wij zullen in zijn kracht geloven. Want ook de langste nachten gloeit dit licht als morgenster te boven. Lieve mensen, namens de vrijzinnige Varsseveld en omstreken heet ik u van harte welkom bij deze kerstviering 2020. Zo anders dan anders. Wie had vorig jaar om deze tijd gedacht dat we nu mondkapjes zouden dragen met Merry Christmas erop? Ik heb er voor vandaag eentje met glinsterende kerstklokken. Dat kerstvieringen zouden worden gehouden in lege kerken, met mensen die vanuit hun eigen huis meekijken. Hier zijn nu maar een handjevol mensen. Mark en Els verzorgen de muziek en de zang. En het technische team Sander en Alexander. En Marion als koster. Zo is kerst voor veel mensen zo heel anders. En voor sommige mensen zoveel stiller dan andere jaren. Ja, dat is allemaal waar. En voor een aantal mensen een harde, pijnlijke waarheid. En toch is het kerst. En wij vieren dat nu, samen. Wij, van overal gekomen, veraf of dichtbij. Vaste gast of onbekende vreemdeling. In vreugde en misschien met verdriet in je hart. Op dit moment kruisen onze wegen hier, even samen, zo verschillend als wij zijn. Delen wij samen dat verhaal. Midden in de winternacht ging de hemel open. Antwoord op ons hopen. Wat fijn dat u er bent. En zo zijn we hier samen rond dat verhaal van kerst. Over een kind in een stal, lang geleden
en van altijd. Over een wereld die telkens weer opnieuw begint. Over licht om door te geven. Om door te geven als teken van verbondenheid. Wij met elkaar, mensen met mensen, elkaar zoekend in openheid en oprechtheid, elkaar gegeven tot steun. En teken van Gods verbondenheid met ons, die ons wil omvatten met zijn licht en haar liefde. Licht, tot ons gekomen met de geboorte van een kind, ver weg van huis en haard, in een afgelegen stal, in een koude stal. En precies daar, in die diepe, donkere nacht, werd een ster zichtbaar, een stralende ster, die ons roept, vandaag, dwars door kou en donker. Kom, laat ons dan naar Bethlehem gaan, om te zien hetgeen geschied is. Ik lees u het Kerstevangelie uit Lucas. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele Rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondervertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde, toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heer, in de stad van David. En dit zij u het teken, gij zult een kind vinden, in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende, ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. En het geschiedde, toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken. Laten wij dan naar Bethlehem gaan, om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heer is bekendgemaakt. En ze gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich
over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende, in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hen gezegd was. Alfred Bronswijk schreef een bundel kerstverhalen. Er was meer dan een ster. En ik lees een van die verhalen. De krukken van de oude herder. Er was eens een grote, sterke herder. Hij woonde vlakbij Bethlehem in het veld van Efrata. Maar hoewel hij groot en krachtig was, was hij niet erg gelukkig. De reden van zijn ongeluk lag naast hem, als hij op de schapen paste. Het was een paar grove, houten krukken. Hij had ze zelf eens gesneden, lang geleden, van twee zware takken, met zijn eigen mes. Rennen of lopen kon de herder niet. Hij kon alleen maar wat kruipen, hinkelen en hompelen, leunend op zijn zelfgesneden krukken. Zijn benen waren stijf en stram. Daardoor was hij vaak slecht gehumeurd. Daarom liep hij ook nooit rond de kudde. En als er een schaap of een lammetje wegliep, liet hij het aan een andere herder over om het verdwaalde dier te zoeken. Meestal zat hij, samen met zijn oude hond, maar wat knorrig en mopperig bij het vuur, en zorgde ervoor dat het niet uitging. Hij keek dan boos voor zich uit in de vlammen en beklaagde zich over zijn ongeluk. Praten deed hij zelden.
De andere herders waren eigenlijk ook een beetje bang voor hem en voor zijn hond. Toen op een zekere nacht de engelen zongen en aan de herders de blijde boodschap brachten, zat de kreupele herder met zijn rug naar de hemel. Hij hoorde niets en staarde verbitterd in de vlammen. Toen de anderen vertrokken om op zoek te gaan naar het kind in de stal, haalde hij zijn schouders op. Onzin, ze verbeelden zich maar wat, dacht hij. Engelen bestaan niet, riep hij hen nog na. Anders zou er hier op aarde wel wat minder verdriet en ongeluk zijn. Mopperend pookte hij de vlammen op en streelde de kop van zijn oude hond. Maar het was net alsof zijn hond er anders over dacht. Het dier liep onrustig heen en weer, blafte naar de hemel en sleepte af en toe een van de krukken naar zijn baas. Alsof hij zeggen wilde, waarom? Waarom ben je niet meegegaan? Onzin, ze verbeelden zich maar wat, zei de herder tegen zichzelf en duwde met een van zijn krukken een paar verse takken in het vuur. Mensen zijn veel te goedgelovig. Nu zat hij alleen in de nacht. Maar deze nacht was zo vreemd en stil dat je de stilte haast kon voelen. De schapen verroerden zich niet. Er streelde geen windvlaag over het gras. Geen nachtvogel liet zijn roep horen. Ook het vuur hield op met knisperen. Zelfs de oude hond was gaan liggen en hield met zijn logge kop op zijn voorpoten roerloos de wacht. De herder hoorde de stilte. En de stilte legde een hand op zijn gedachten. Als het nu toch eens allemaal geen onzin was. Als de andere herders zich eens niets hadden verbeeld. Als er toch eens engelen waren geweest. Als er toch eens een kind was geboren daar in die stal. Hij staarde in de vlammen, maar zag geen vuur. In zijn hoofd dansten wel de vragen. Als, als. Toen stond hij op, pakte zijn krukken en zei tegen zijn hond, kom, zoek, zoek. Strompelend volgden ze samen door de stille nacht het spoor van de anderen. De morgen kleurde de hemel al rood toen ze aankwamen bij de stal. De hond krabbelde kwispelstaartend tegen de deur, de herder duwde hem open met zijn krukken. De stal was donker en leeg. Maar er hing wel een vreemde, onbekende geur. En er hadden ook veel mensen gelopen, dat zag hij aan de voetafdrukken in de leme vloer. De oude hond liep snuffelend rond. Hier was het dus geweest. De herder had de plek gevonden, maar waar was nu het kind? Waar waren zijn vader en moeder? Midden in de lege stal begon hij hard te lachen. Het was toch allemaal maar onzin. Er bestaan geen engelen. Het was allemaal puur verbeelding, gewoon een boze grap. Ze hadden hem ertussen willen nemen, met z'n allen, zoals ze maar al te vaak deden. Hij draaide zich boos om op zijn krukken, riep zijn hond en hompelde naar de deur van de stal. Toen ontdekte hij de kleine holte in het stro in de stenen voederbak. Hij herkende de plek waar het kind had gelegen. Hij wist niet wat hem opeens overkwam. Het was net alsof alle boosheid uit hem werd weggeblazen. Hij dacht niet meer aan zijn ongeluk. Het knorrige verdween uit zijn hart. Met zijn stijve benen knielde hij naast de lege kribbe. De oude hond hief even zijn kop omhoog en vlijde zich toen naast hem neer. Wat gaf het dat het kind nu niet hier was, dat het niet tegen hem lachte? Wat maakte het uit dat hij de liederen van de engelen niet direct had gehoord? Wat deed het ertoe dat hij niet met de anderen was meegegaan naar de stad
om iedereen te vertellen van de wondere geboorte. Dat zou nog wel komen. Hij had geen woorden voor wat hem was overkomen. Blij en verward ging hij door de deur, liep de velden in. De oude hond rende voor hem uit. Terug naar de kudde. Terug naar het vuur dat hij weer wilde aansteken, nog voor de andere herders terugkwamen. Pas toen hij al een tijdje had gelopen, ontdekte hij dat hij zijn krukken vergeten was. De twee krukken die hij zelf had gesneden uit stevige takken, ze lagen nog op de kribben. Hij wilde omkeren, zijn krukken halen. Maar waarom eigenlijk? Was het nog nodig? Even aarzelde hij. Daarna liep hij door. En zijn stap werd steeds krachtiger. Ooit woonde en werkte ik in Amsterdam. Ik mocht een tentoonstelling organiseren, een grote fototentoonstelling over vluchtelingen. Toen helaas net zo actueel en relevant als nu. Vluchtelingen en hoe hun leven hier in Nederland er nu uitzag. Veel foto's van kinderen, met onderschriften over hun dromen en hun verlangens. Waarmee ze op reis waren gegaan en nu hier leefden, in een nieuwe wereld. We hadden flink uitgepakt, veel genodigden, een uitgebreide receptie, een BN'er voor de opening en veel, veel pers. De avond voor de opening had ik nog lang doorgewerkt en voor ik naar huis ging, liep ik nog één keer langs alle foto's. Was het niet gek? Vroeg ik me nog even af, dat onder zo'n foto van een gezin, met de verschrikking van de reis nog in de ogen, de bladen met nu nog lege champagneglazen al klaar stonden. Maar ach, het werd vast mooi en het is belangrijk dat wij hier via zulke foto's de verhalen van vluchtelingen leren kennen. Ik ging naar huis, vol dromen over morgen. Hoe anders zou het gaan? Er kwamen berichten en extra nieuwsuitzendingen. Er was een koningskind geboren, een kroonprinses. En die mooie tentoonstelling verdween stilletjes naar de achtergrond. Was ik teleurgesteld? Jazeker. Maar toch bleek dit niet bepaald het einde. Want natuurlijk kwamen er wel mensen kijken. We verkochten ansichtkaarten, gemaakt van de foto's. En nog jarenlang
Nog jaren later ontving ik af en toe een mailtje naar aanleiding van die kaarten. De tentoonstelling werd verkocht en reisde door Nederland en België en vertelde het verhaal van de kinderen op de foto's, van hun dromen en hun verlangens. Het groeide zelfs, omdat de mensen op de foto's niet stilstonden. Een aantal slaagde erin hun dromen waar te maken. En die verhalen werden toegevoegd aan de tentoonstelling. Soms ging het niet goed. Op één lijst werd een zwart strikje toegevoegd. Maar de foto bleef, omdat ook dit kind erbij hoorde. Ook al had hij die nieuwe wereld nooit echt bereikt, hij was onderweg. De nieuwe wereld, ons aangezegd in de kerstnacht met de geboorte van een koningskind. Al kon die geboorte gemakkelijk aan je voorbij zijn gegaan. Er waren geen paleisberichten, noch saluutschoten. O wel. Engelenkoren en een heldere ster aan de hemel. Wonderlijk overigens, dat diezelfde ster, eigenlijk geen ster, maar twee heel dicht bij elkaar staande planeten, Saturnus en Jupiter, ook dit jaar weer, in de langste nacht van een zo donker jaar, aan de hemel staan. Engelen en een ster. De tekens waren er wel zeker, maar slechts enkele merkten ze op. Herders en wijzen. Een groter verschil is bijna niet denkbaar. Alsof het verhaal ons duidelijk wil maken dat ieder mens geroepen is om naar Bethlehem te gaan. Zij gingen kijken waar dat licht vandaan kwam. Uit een stal, in het stro, ver van huis. Zie dan maar eens een koningskind te herkennen. Zij keken er doorheen en zagen een kind, een koningskind, in wiens ogen de nieuwe wereld glansde. En met dat visioen vervolgden zij hun leven. Ze moeten erover hebben verteld, anders was het verhaal daar gestopt. Dus hoewel het begin misschien minder groots en meeslepend was dan je je zou kunnen voorstellen bij een koningskind, was dat visioen en die droom zo sterk dat het zijn weg vond. Van de ene mens werd doorgegeven aan de andere mens en het reisde door de wereld en door de tijd en het bereikte ook ons hier en nu. Een visioen, een droom. Beeld van een nieuwe wereld, dat niet gestopt wordt door een virus of dichte grenzen. Dat kind in de kribbe in Bethlehem zo lang geleden, zie je terug in ieder kind dat je in de ogen kijkt. Het vraagt om medemenselijkheid, gewoon voor je buurman, voor de kassière, voor vrienden en vreemden. Het vraagt ons om niet te wachten op officiële boodschappen uit het paleis of uit het torentje. Dat de nieuwe wereld zou zijn begonnen. Nee, kijk om je heen en zie de tekenen waar het licht vandaan komt. Zie de sterren waar mensen het voor elkaar lichter maken. Hoor waar mensen woorden spreken van verbondenheid. En doe mee, samen onderweg naar kerst, naar een nieuwe wereld. Moge het zo zijn. Oh,
Kerst 2020. We vieren en zoeken licht en verbondenheid. Licht in donkere dagen. Licht op onze levensweg. Licht dat ons verwarmt en de kou verjaagt. Licht zodat wij anderen zien en zelf gezien worden. Ons verbonden weten in vreugde en verdriet. Ons verbonden weten in onze hoop en onze dromen. Verbondenheid die onze dankbaarheid voedt, waar mensen zich inzetten voor de gezondheid en het welzijn van anderen. Mogen wij weten dat leven heilig is. Alle leven, ieders leven, ook het jouwe. Mogen wij weten dat het kerstkind ook voor ons geboren is. Visioen van licht en liefde. Voor alle mensen. Voor jou, voor mij. Als opdracht en als geschenk. Mogen wij weten dat ons is gegeven alles wat nodig is om die grote droom waar te maken. Mogen het zo zijn. Thank you.
Laten wij het visioen van Kerst levend houden en elkaar daarin bemoedigen. Ook juist nu. Want hoe gezellig ook, dat wonder van Kerst vraagt niet om straten vol glitter, hoog opgetaste winkelkarretjes en cadeaustress. Het vraagt om mensen, om herders en wijzen, om ons. In de woorden van Eveline Swinkels: mensen gevraagd die het kind willen zoeken, gevlucht of vermist of gewikkeld in doeken. Mensen gevraagd die als herders en wijzen naar engelen luisteren en op sterren gaan reizen. Mensen gevraagd die het licht laten schijnen, die hun vuur van verlangen nooit laten verdwijnen. Mensen gevraagd die nekken uitsteken, met oude systemen en macht durven breken. Mensen gevraagd die steeds willen delen hun droom dat de wereld ooit eens zal helen. Mensen gevraagd die met dat verhaal trouw willen blijven aan hun ideaal. Laat ons dan om zegen vragen over onze dagen, opdat wij ook anderen tot zegen mogen zijn. Mogen het nieuwgeboren kind van het licht dicht bij ons zijn de komende dagen en alle dagen in ons verdere leven. Mogen dit kind onze ogen en onze armen openen, opdat wij onverschrokken en met ontwaakt hart, duisternis en levenslicht tegemoet kunnen treden. Mogen God, die in ons is en om ons heen, ons daarbij kracht schenken en vrede. Amen. Wij wensen u hele goede dagen toe.